Eerst nog maar eventjes naar afgelopen dinsdag, mannen. Jan, die stond erop vandaag. Je wou even het over... Ik heb het niet gezien. Ja, ze gaat eruit. Nee, ik zweer het, je hebt niet gezien. Heb jij Real Madrid Ajax niet gezien? Nee, ik zat in Dortmund Spurs. Maar toen gaven ze in de rust gaven ze de beelden van Madrid tegen Ajax. Maar jouw kennende heb je toch wel thuis nog even teruggekeken? Nee, ik ga morgen kijken. Oh. Nee, maar ik ga ze... 90 minuten of een lange samenvatting? Nee, heel de partij. Je bent niet de grootste Real Madrid-fan. En dan als nee, jij toch wel. Ik ben een keer met jou mee geweest. Daar ben ik nog moe van, maar een keer op zijn. Shirtjes, petjes, sjaaltjes, alles. Maar ik kan me, je bent natuurlijk liefhebber van het Nederlands voetbal. Jij vindt het dan extra lekker. Kan ik me ook voorstellen dat Ajax niet alleen op zo'n manier doorgaat... maar dan ook nog eens tegen Madrid? Nee, ik vind het vooral fantastisch dat ze in Madrid... dat ze Madrid van het kastje aan de muur speelden. Ja. Dus je zag ook het positiespel, dat die bal ging van... aannemen spelen. Nee, helemaal man. De samenvattingen. Oh, toch wel? Ja, ja. Samenvatting. Dan zie je alleen maar de goede beelden. Simon, hoe groot was jouw verwondering dinsdagavond? Ja, dat ze dit kon op het veld leggen had ik niet verwacht. Dat het een goede wedstrijd kan worden, want het was in Amsterdam al. Dat was te verwachten, maar dat ze Real Madrid echt domineerde. Vooral ook op het middenveld, maar ook de twee centralen achterin, dat ze eigenlijk geen kans weggaven. Nee. Het was indrukwekkend. En dan ook met een waanzinnige spits natuurlijk voorin die wedstrijd bijna alles goed deed. Ja, en nu valt iedereen, Jan, over elkaar heen. Wat is er voor dit Ajax mogelijk in de Champions League dit jaar? Ja, dat is te moeilijk. Dat is een makkelijk antwoord. Als je Madrid kan verslaan, dan kan je natuurlijk ontzettend ver komen. Je wilde zeggen, dan kun je hem winnen, wou je de beker winnen. Ja? Wil je dat ik dat zeg dan? Nee, als je Madrid gaat verslaan, dan kan je dat ding winnen. Dus met die grote oren. Maar ja, je moet ook... Kijk, ik kan naar de Spurs gaan kijken. Maar die zullen niet zo open spelen als Madrid. Die staan gewoon op Dortmund. Gewoon 5-4-1 bewaren. Die geven geen ruimte weg, niks. Nee. En Madrid, ja, daar kon je spelen. Het middenveld werden ze gewoon even kwastje aan de muur gespeeld. Oh, dus Jan Boskamp die de wedstrijd nog niet gezien heeft. Ja, maar de samenvattingen werden ze absoluut van. Ja, jongens. Jan, weet ook heel even...